je hoeft niet natuurlijk het hele project te sturen, maar gewoon de mix. Dus dan doe je een loop, de selectie vanaf het begin van het nummer tot aan waar je wil eindigen, of waar het voorlopig eindigt, of whatever. Dan zorg je dat je mix goed staat, dus de meesten doen dat gewoon hier, volumeknoppen. Je kan dat ook gewoon in het arrangement doen, want hier heb je C is die panning, maar je hebt ook, elke track heeft hier volumeknop, dus dit is gewoon volume. En dan heb je je loopje gezet, dan ga je naar, en check even goed of er niks solo of uit staat. Je moet even precies zo luisteren zoals het is en kijken of dat hard genoeg is, zacht genoeg is, lang genoeg is. En dan ga je naar export, audio. En dan kies je selection, rendered track is de master. Want je kan ook losse tracks, alle tracks. Maar we kiezen gewoon de master, dus dan is het gewoon mix. En geluidskwaliteit, een WAFje, 24 bits of AIF, maakt niet zoveel uit. En dan druk je export en dan gaat hij zeggen, hey, waar wil je hem hebben? En dan zeg je, op de plek of op de desktop, kan ook. En dit is diep schets en dan zeg ik save en dan gaat hij renderen. Het duurt eventjes, ligt eraan hoe druk de mix is en hoeveel effecten en hoeveel instrumenten. Soms dan duurt het eventjes. Dan ga je uiteraard gewoon naar de desktop. Maar het punt is, even kijken, bureaublad, diepschets. Ik heb er dan een mp3 bij, want je kan hier ook kiezen, bij export. Export audio kun je hier kiezen PCM, WAVE, maar ook MP3. MP3, yes, export. Waarschijnlijk. Oh, ik moet twee dingen tegelijkertijd doen. En filmen. Even kijken, deze is 6.1 MB. WAVE is veel te groot om te mailen.